In deze video ga ik uitleggen wat een spaarpaal is, waarom het zinvol is om als gemeente hierin te investeren en wat de resultaten tot nu toe zijn hier in de gemeente Schagen. Laten we beginnen met wat het is. Een spaarpaal staat op een plek waar te vaak te hard wordt gereden en dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Wanneer je voorbij rijdt, zie je op het scherm wat je snelheid is en is die onder de maximale snelheid, dan spaar je mee voor een lokaal spaardoel. Deze wordt gekozen door de inwoners. In dit geval sparen ze voor buitensporttoestellen. Het is een positieve manier om de automobilisten te belonen wanneer ze onder de snelheidslimiet rijden. En dat is precies de gedachte erachter. Goed gedrag wordt beloond en dat geeft een positieve draai aan de aanpak van onveilige verkeerssituaties. Daarnaast hopen we ook dat men gaat inzien dat met 36 km per uur hier door de straat rijden helemaal geen enkele toegevoegde waarde heeft ten opzichte van 26 km per uur bijvoorbeeld. Het is gevaarlijk en je komt echt niet eerder aan op je bestemming. En dan de resultaten bij de gemeente Schagen. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Uit eerdere metingen bleek dat ongeveer 40% van het verkeer te hard reed. En nu zagen we al na één week dat dat aanzienlijk was verminderd naar ongeveer 15%. Dat is dus een heel mooi begin.